Ja, man, boys, kijk eens. I'm still getting judged on my results. My whole strategy is how to, what's the middle ground? How do I compete on that level without giving up ownership? Because that's the catch 22 that they got us in. They like, it's social pressure to compete. You rapping. If you want to be the top nigga, and they making it like, only way to that is through it. Niggas don't shut down industry, man. My goal, I'm trying to blockbuster. Blockbusters had an opportunity to fuck with Netflix, and they didn't. Business down. It's over, they bankrupt. When the last time you ran the video, bro? When the last time you was on Netflix? I was trying to play too hard, but you got niggas willing to figure it out. Now, fuck your check. You know they want the money. Chickies bij de AH willen me steek proeven. Ze hebben geen bewijs en ze kunnen niks proeven. Net de COVID-pandemie. Hij is ver te zoeken. Ik zie niet eens iemand hoesten. Yo, strijder, je weet zelf, man. Ik ben vandaag bij Mars. Bij mijn strijder, Jim van de Caravans. Hij heeft open huis, je weet zelf. Dus als je een caravan nodig hebt, kom bij Jim van de Caravans. Je weet zelf, man. Dat is de J-Line. Man. Ja, man, boys, kijk eens. G-Unit. Dus daar, deze meneer zit ineens te kijken van 18.500. Maar deze is niet eens zo duur, zie je? Kijk. Snap je? Kijk, deze is dan wat duurder, maar dan heb je denk ik ook wel wat. We gaan even checken. Hier. Het is net zo groot als je flatje in Roffau, waar dan ook. Nou, bijna. Hier, kijk eens hoe gezellig. Deze is 5.850. Clean ook. Ik ken chickies in Portugal die in de schoonmaak werken. Braziliaanse chickies, die zijn het beste, zegt ze zelf. Maar die krijgen niet eens zo schoon, hoor. Kijk eens wat een luxe, jongens. Kijk eens, en hier kan je Jay Lion pokoes luisteren. Ja, man. This is where the magic happens. Ja, jongens, kijk eens. Nog net geen jacuzzi. Je moet het wel altijd veilig doen, natuurlijk. En kijk die vloeren dan. Alweer het meer betaalbare segment, zeg maar. Kijk, ze zijn gewoon keurig, hè. Kijk, zie je deze ook? De muzikant. Het is geen Jay Lion, maar het is ook goed. Kijk eens. Jongens, 10.500. Pff, hou op, man. Kijk eens wat een luxe. Leather couches en zo. Ja, tof. Keuken. Ik weet wel wat ik hier moet doen, hoor. Ik kan hier wel aan de slag, hoor, jongens. Jullie kennen me. Masterchef Jay Lion. Een kopje koffie en dan kan je alle gegevens gewoon doornemen, zie je? Ja, man. Is ook wel een goede, zie je? Ook aanhangers. Meestal van deze zijn €150, dus het is echt een goede prijs, weet je wel. De meeste zijn ook gewoon in goede staat, hoor. Dus het is echt gewoon, kijk, zie je? Allemaal gewoon prima. Trek mijn jas niet uit, want de aanhouder wint. Ik leer van andermans fouten en fouten vriendin. Dan weet je. Ik heb ook de showroom bij producten en zo kan halen voor je caravans. Het zijn dus caravans in een car, snap je? Dus het is, je denkt het is een aanhangwagen, maar het is gewoon een caravan. Snap je? Ik denk deze ook. Echte caravans hier, zie je. Fly KLM. Daar caravans, dus hier kan je echt in wonen. Maar je moet ze wel een beetje opknappen. Maar deze zijn 800 tot 1500 euro max, weet je wel. Hier, en een boot. Deze hebben dan meegedaan bijvoorbeeld aan de Zwarte Cross en zo. Dus er is bij sommigen, nou sommigen zijn eigenlijk aardig redelijk. Maar bij anderen moet je misschien wat onderdelen bij hem halen of zelf fixen. Maar je hebt ze wel voor 400, €500 volgens mij mee, weet je wel. Dus het is ook gewoon, ja, weet je wel, het is, snap je, sloopwaarde. Maar als jij er wat moois van kan maken, als jij een beetje handig bent, snap je. Ik zie ook meer boten volgens mij. Oh ja, kijk, zie je. Hier, als je daar een nieuw raam voor fixt, dan heb je ook wat. Ik zal je het laten zien. Hier, dit zijn de staalcaravans hier. Oh, en ja, misschien hier ook nog een nieuw raam. Maar voor de rest is het gewoon een beetje opknapwerk en zo. En schoonmaken en zo. Hij is niet eens zo vies. Dit is dan, dit zal je wel waarschijnlijk iets van 800 kosten, maar dat krijgt hij ook bij de sloop. Dus alsnog is dat gewoon een keurige prijs, hoor. Maar je moet wel zelf de hand uit de mouwen steken. Maar kijk, dan heb je wel wat als je een beetje handig bent. Kijk eens wat, hij rijmt ook. Dat is net zo groot als jouw appartement in, weet ik veel, noem maar een van de grote steden. Jongens, en een frietje, maar dit is niet elke dag, hoor. Is
Alexa Lifestyle. Kijk eens jongens, dit is gewoon een huisje of zo. Dit is wel echt mijn highlight, tenminste voor die prijs. Hè. Ik bedoel, ik heb mooie spullen gezien. Hier, de club. Hey, we gaan hier in de club. Kijk, dit is niet eens echt slecht hoor. Het is gewoon eigenlijk prima, dit is gewoon fantastisch, zie je? Tafeltje, dat is dan je nachtkastje. Ja, take me to the sea. Ja, inderdaad, want ik ben deze hittestress al zat in het koude land. Dit is dan de club. En nou ja, kijk, dit soort dingen heb je dan. Dus ja, je moet gewoon, hier kan je wat overheen plakken. Of je hebt van die kit of zo, snap je? Dus, of je haalt gewoon een kapje bij hem. Misschien heeft hij ze liggen in de warehouse, snap je? Dus dat soort dingen. Dus eigenlijk, weet je wel, er is gewoon verder is die prima in orde volgens mij. Deze staat bekend als het trofee. En hij heeft ook sinds kort een bar. Ik weet niet of dit er altijd staat. Kijk eens, relaxed. Verschillende soort tafels, maar meestal van de caravans hebben wel gewoon tafels. Maar ook ramen heeft hij. Dus mocht je een caravan bij me willen halen voor een goede prijs, maar het raam is kapot, dan haal je hem hier. Dus alles heeft hij gewoon, ook gewoon leuke dingen. Barbecues en fans, tv's volgens mij ook. Stoelen, watertanks, wielen, kijk eens. Banken. Ja, maar je kan je caravan echt pimpen bij Jim. Kijk eens, hij heeft ook uitgebreid. Dus hij heeft ook koffiemachines en zelfs gewoon voor je interior design, zie je wel. Dus hij heeft ook uitgebreid. Dit was er vorige keer niet toen ik hier was. Kijk, zie je, dan kan je het mooi inrichten met Boeddha en deze voetballers en prullenbaktafels. Ja, man. Kijk, er zijn ook meerdere vestigingen, dus Apeldoorn en dit is Brummen. Brummen heeft hij meestal meer de budget caravans en dus heel veel van de spullen die je vandaag ziet zijn volgens mij in Apeldoorn. Die zijn meestal in Apeldoorn te vinden. Satellites,